Het onderzoek Landelijke Gezondheidsenquête onder vrouwen voor Suriname 2019 toont aan dat 32% van de vrouwen een handeling van lichamelijk en of seksueel geweld door een intieme partner heeft ervaren. Het onderzoek wijst uit dat er in de Surinaamse samenleving gendernormen en culturele opvattingen bestaan die mogelijke risicofactoren zijn bij intiem partnergeweld en het gebruik van geweld aanmoedigen. 16 inspecteurs van de afdeling Plantenbescherming Protection Organization van Suriname van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben gisteren een fruitvliegtraining gevolgd. De training is verzorgd door de consultant Alice van Sauers en de afdeling Entomologie van het directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking. De bestrijding en uitroeiing van de carambola fruitvliegpopulatie in Suriname is het voornaamste doel van het Nationaal Carambola Fruitvliegproject. De inspecteurs hebben kennis opgedaan in het detecteren, monitoren en bestrijden van de carambola fruitvlieg over het project, waardoor ze beter in staat zijn om controle uit te voeren en het gereed maken van fytosanitaire formulieren als begeleiding van een zending van fruitsoorten.